Dat is wel mooi. In deze buurt zijn we eigenlijk al jarenlang bezig om de kattenpopulatie in toom te houden. Het begint vaak met mensen die een nestje hebben en die worden uitgedeeld in de buurt. En nee, die worden niet gecastreerd. En nou ja, goed, dan krijg je dus steeds meer katten. Nou ja, dit is het gewoon. En die gaan zwerven, want niet iedereen wil 5 of 10 of 20 katten in huis. En die gaan ook voor overlast zorgen en die planten zich natuurlijk ook weer voort. De overlast van plassende katers, dus dat stinkt heel erg. En in de lente natuurlijk het gegil van vechtende katers en ja, beesten die elkaar bespringen. Die kooien staan hier nu. Hoe lang moeten we wachten? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, je hoopt natuurlijk dat ze er zo in rennen. Dat is meestal niet zo. Zeker niet overdag. Het is natuurlijk vrij druk. Er wordt hier gebouwd. Dus dat betekent dat je hier moet gaan wachten? Ik sta hier nog wel even. Waarom laat je ze hier niet in nachtje staan? Ik kan ze nu niet laten staan, want ze staan op openbare weg. Kunnen we ze gewoon niet achterlaten, want ze kunnen gestolen worden of vernield. Of nou ja, als er wel een kat in zit, kunnen mensen daar ook mee aan de haal gaan. Dus ik moet ze echt in de smiezen houden. Wat doen jullie als je ze vangt? Dan nemen we ze mee naar het asiel. Daar worden ze nagekeken of ze niet toch gechipt zijn. Dus ze kunnen natuurlijk ook gewoon een eigenaar hebben. In dat geval worden ze natuurlijk gewoon teruggebracht of worden ze in ieder geval niet opgehaald. Want ik kan natuurlijk zelf ook even de reader eroverheen halen. En dan worden ze in het asiel nagekeken door de dierenarts en gecastreerd of gesteriliseerd, gechipt. Nou, dit zijn de chips. We hebben allemaal een apart nummer en dan die breng je dus een klein chippie in onder de huid van de kat. En dan hebben ze een nummertje. En als ze heel wild zijn, dus echt niet plaatsbaar, dan proberen we ze terug te zetten op. Of op de plek waar ze vandaan komen, of op een andere plek waar ze in de gaten gehouden worden. Nou, we hebben geen beet. Hoe noem je dat? Hoe zijn we? Geen kat in de zak. Beetje kat in de zak, dit. Ja, niks gevangen. Hoe groot is zo'n groep ongeveer dan, die hier leeft? Bij waar we nu zijn heb ik echt geen flauw idee. Ik weet wel dat we hier jarenlang uit verschillende buurten hier heel veel nesten katten binnenkrijgen. In totaal hebben we hier al waarschijnlijk wel honderden katten vandaan.